Maar ik was zo ziek. Zo ziek van ellende, van de migraine. En ja, ik was echt, vandaag ook nog, hoor, was ik niet in orde, want nou ook, ik ben er net uit. Ja, ik zei niet, ik ben er net uit. Maar de meisjes die zijn wel buiten geweest in de tuin, maar het was rechtsomkeerd weer binnen, omdat het regent. En nog eens regent, hè? Ja, mijn kerstboom is aan en de sterren is aan en alles is aan. Ja, alles is aan. En ook daarbij de stal is het allemaal aan. En ik vind die nieuwe kaarten zo mooi, hè? Echt wel. En onze Mario die is hier. Hallo, goedenavond. Ze was er gisteren ook wel, maar ja, dan was ik toen te ziek. Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinne en de Beestenboel. Het is de hele godganse dag eigenlijk al regen en heel erg donker. Het is vandaag trouwens zaterdag 18 november, dus de 18e van de 11e 2023. En we leven alweer reeds om 15:52. De meisjes die willen er weer uit. Ze willen er eigenlijk amper uit vanwege de regen. Het is echt bagger weer. Ja, er is helemaal totaal niks aan. Maar ja, er komt nou nog een klein heuveltje aan. Ja. En laten we hopen dat het enigste dan is en dat het niet, dat het even een tijdje droog blijft ook. Maar ja, we merken het wel, we zullen het wel beleven. En die ene harde schijf wil niet online komen in mijn scherm, wat wel moet. En dat begrijp ik ook niet. Nee, die er weer uit. Hij moet toch online willen komen, denk je dan. Ja. Maar ja, bel krijg ik dan eerst. Moet. Je hoort hem wel tululut zeggen, het geluid. Maar ook dat balkje moet komen. Dat ik hem aan kan klikken. En dat gebeurt niet. Ja. Hup, er weer in. Knop die weer om. En dan hopen dat hij zometeen welkom, ja kind. Ja, je bent een schatje, hè. Ja. Ze is lief, hè. Oh, ze zijn allebei zo lief. Alle drie. Ook Kandalf is lief, hè. Ja. Elwin lief, Rijka lief. Allemaal lief. Kom eens. Kom dan. Kom dan. Kom niet even bij me. Nee? Is Rijka lief? Elwing, ben je lief? Ja, hè? Elwing ook lief, hè? Allebei lief. En overigens, ja, ik heb gisteren niet aan het vloggen geweest. Ik heb de camera er niet bij gepakt. Ik was ook heel laat uit bed. 6:00, 18:00 pas was ik uit mijn bed. Want kijk, nou is hij er. En dat bedoel ik. Mooi. Kan ik tenminste weer alles doen wat ik doen wil vandaag. Ik heb ook gisteren niet een vlog in elkaar gezet. Er staat nou niks meer op YouTube klaar. Dus ik moet er straks er even wel weer tegenaan. Degene die online, die nog erop stond, die is vandaag online gekomen. Maar ik was zo ziek. Zo ziek van ellende, van de migraine.
En ja, ik was echt, vandaag ook nog, hoor, was ik niet in orde, want nou ook, ik ben er niet, ik ben er net uit. Ja, ik zei niet, ik ben er net uit. Maar de meisjes die zijn wel buiten geweest in de tuin, maar het was rechtsomkeerd weer binnen, omdat het regent. En nog eens regent, hè. Maar ik heb nou je jasje gepakt, je krijgt nou je jasje aan, want het is 8 graden, maar de gevoelstemperatuur is 4 graden, plus het regent, dan wordt zij ook zo koud. En dat kan ik niet handelen, hè. Nee, ik kan daar niet tegen. Hè? Ja. Dus ja, lieve vrienden, ik ga gewoon, ik ga verder niet weg. We hadden vandaag ook Sinterklaas in, toch? Nou, ik denk dat dat in het water gevallen is, hè. Ja. Daar is niet veel gekomen bij die kade hier, bij de flaneerkade, bij de Gins, bij de, hoe heet die gracht daar? Ja, schiet mij maar lek, ik weet het zo even niet. Ja, de Weststraat en dan ga je linksaf. Binnenhaven en dan heet je ook de flaneerkade, nee, de gracht. En dan heet je de Reddingsmuseum en daar komt hij altijd binnen en dan zou die te voet over de betonbrug heen en dan zou die over de flaneerkade de stad ingaan, lopend, hè. Nou ja, met dit weer, dan had hij wel een tent boven hem moeten hebben als paraplu zijnde, maar het waait ook nog eens als een raket. Dus ja, ik denk dat hij het heeft afgefloten, binnenkomst en een stukje lopen, oké, maar voor de rest, het is de hele dag al van dit druilerige rot weer. En dan ook nog een harde wind erbij. Dus ik denk dat dat wel, ja, dat hij dat niet helemaal alles heeft gelopen, daar is het weer niet naar. En ook voor de mensen. Dat is daar, hoor, dat je dat ziet. Nee, klaar. Nee, jij zit daar op de grond, Rijka, en je ziet er daar een Elwin, die ziet er de bank en die kijkt door het raam en de weerkaatsing. Ja, weet je dat? Lolbroeken. Oh nee, loljurken, hè, jullie zijn meiden. Nee, er is niks en er komt niks. Er liep gewoon één voorbij, vanaf het parkeerterrein, langs het keukenraam. En maar, omdat het nou regent, is mijn poort, de schuttingdeur, is nat. Dat geeft nou een spiegelreflectie door. Dus ze zien alles wat daar gebeurt, zien ze daardoor het raam heen, in die poort. Ik zie mezelf ook, ja, en ik zie de slingers in de keuken, ik zie de huizen daar al. Ja, ik zie dat ook, dus ja, leuk is dat, hè, dan. Maar ja, in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet gewoon op jouw beurt van jouw dag verder. Het is ja, inmiddels alweer 4 uur, zowat, maar het maakt niet uit. Scheid aan dronkenaartjes, scheid aan de overheid, weet ik veel waar ik scheid aan heb, het boeit me allemaal niet. Ik ga nou even met mijn hondjes lopen, met mijn meisjes, en dan als ik terugkom, ik moet editen dus en renderen, ik moet films in elkaar zien te zetten, dus ja, sowieso één, misschien vanavond nog één, ja, we weten het niet, we zullen het beleven, maar in ieder geval, ik zou zeggen, geniet van alles en geniet een klein beetje mee. Ja, mijn kerstboom is aan en de sterren is aan en alles is aan. Ja, ja, alles is aan. En ook daarbij de stal is het allemaal aan. En ik vind die nieuwe kaarten zo mooi, hè? Echt wel. En onze Mario die is hier. Hallo, goedenavond. Ze was er gisteren ook wel, maar ja, dan was ik toen te ziek. Ja, dus hier komt de Willem. Maar ja, dat weten jullie al. En onze Elwin. Oei, 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 oei. Mooie dames. Twee mooie dames naast elkaar. 1 op 4 poten en 1 op 2. En waar is mijn andere? Hey, hallo daar. Ja, jij bent ook mooi, kind. Is die deur open? Zo te zien is droog. Ja.
Nogal logisch dat ik het koud kreeg en nogal logisch dat ik die kachel aandoe. Moet je over de knie? Oh ja. Ja. Oh, wat erg. Ik ben een beetje vergeetachtig. Tjonge, ik voel ineens de kou. Oh. Daar zet ik die kachel voor aan. Nee, heb het niet had gehoeven. Oh. Ja, heel erg. Deur open. Maar het is in ieder geval nou droog. En ik zie het inderdaad ook op de ramen. Het zijn oude spatjes. Dus ja, daar ook alles aan. Alles aan. Dus ja, helemaal gezellig in de kerstsfeer. Twee kaarsjes aan. Eentje voor Mario en eentje voor Eke. De rest er komt allemaal wel. Het is nog niet zo ver. De tijd van de feestdagen gaat bij mij in vanaf eerst adventszondag. En dat is morgen? Nee, 3 december. 3 december, ah oh, ja, oké. Okay, ja. 4 weken van tevoren. Altijd 4 weken van tevoren. Oké. Okay. En dan begin je met 1 kaarsje aan te steken bij de stal. Waar is de stal? Daar is de stal. Ja. Daar heb ik 4 vaccinelichtjes staan in een speciale houder. En ik heb daar ook nog een houder staan met 4 glaasjes erop. Mm-hmm. En dat is deze. Er staan 4 glaasjes op, ook met 4 vaccinelichtjes. En daar steek ik er dan ook 1 van op. Mooi, ja. Hé, Elwin? Elwin is maf. Buikie, hè? Buikie kroelen, hè? Buikie kroelen. Ja, hè? Is lekker, hè? Ja. Dus ja, wij zitten ook gezellig naar de televisie te kijken waar een kerstfilm op bezig is. Dus ja, helemaal leuk, of niet dan? Helemaal gezellig, ja. Ja. Om in de stemming te komen. Om in de stemming te komen. Maar ik kom al in de stemming door die 2 kaarsen, weet je dat? Wauw, ik vind het zo mooi. Is het mooi, ja. Want die andere 2, die doen dat niet. Dat zijn de ouderen. Ja. Maar die gaan echt heen en weer. Ik vind ze echt magnifiek. Ja, zeker. Ja. Iets magisch. Ja. Dus. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie hier zien. En geniet een beetje met ons mee.